Vrouw Faber gaat over het huwelijk tussen Harriet en Sippy. Ze zijn 35 jaar geleden getrouwd als Harm en Sippy. Een aantal jaar geleden begon Sippy steeds meer kledingstukken te vinden die haar niet pasten. En toen dacht ze, hè, komen die hier? En toen biechtte Harm, haar stoere vrachtwagenchauffeur, op dat ze vrouw wilde worden. En de stuwende kracht achter het verhaal is dat Harriet in de film toeleeft naar een geslachtsveranderende operatie. En laat heel erg zien wat dat betekent voor een huwelijk. Een blootje bal. Heb je een tenhuis? Wat in onze ogen de film goed maakt, is dat het zowel lichtvoetig als aangrijpend is. Dus het is natuurlijk een hele ingrijpende gebeurtenis, zo'n geslachtsverandering. Maar omdat Harriet heel veel humor heeft en heel nuchter met haar eigen leven omgaat, is de film toch licht verteerbaar. Het is, ik voel me straks wel een gerecycled mens, want ze willen alleen op de bal. Of die brengen ze naar bij de Chinees. Dus wat van een mooie min. Oh, dat is een goede look zeker. Ja, ja, ja. God, ja, die hek leidt ik handig. Is dat toch wel wat? Ik ben altijd zo mooi, kom ik. Is dat nooit wat? En met dat grapje maakt ze het altijd, dat onderwerp altijd minder pijnlijk. Dus dan wordt er even gelachen. En dan vinden de mensen het niet meer lastig om er even met haar over te praten. Dus dat is wel Harriet's grote kracht, haar humor. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de film. We gaan in première op 28 september. Daar zijn helaas nauwelijks kaarten nog voor. En anders is hij te zien op 4 oktober bij Het Beste van BNNVARA. 4 oktober. Ga dat zien.